Ja, vrienden, het Circus Jut en Jul. Ja, we zijn weer onderweg, hoor. Ja, we zijn ergens buiten Modena zijn we begonnen. En we zijn op weg naar een plaatsje waar we nooit van gehoord. Jut ook niet, maar zij heeft het allemaal geboekt, zij heeft het allemaal geregeld. Pistoia, daar zijn we naar onderweg. Maar we rijden hier dus. Kijk, is dit even wat? Ja, we zitten hier in het hartje van Toscane. En we rijden hier hele smalle weggetjes. Prachtig, heuvelachtig gebied. Mooie oude boerderijen. Kortom, het is genieten geblazen hier, vrienden. En het is precies zoals iemand aan mij schreef. Die zei, Harry, die Italianen die snappen het leven. Nou, inderdaad. Della belle turbando e riposo. Narcisette Madocino d'amor. Hele smalle weggetjes. Ja, kruip door, sluip door. Dwars door Toscane op weg naar Pistoia. En schudden in de auto. Ja, niet meer geasfalteerd hoor. Gewoon stenen, keien en noem maar op. Ja, dit is wel het ware Toscane, vrienden. Jut, dit is avontuur, hè? Ja, ik stuur me surf. Je stuurt zich helemaal surf. Ja, dit is Indiana Jones 2.0, hoor. Ja. Asfalt is er weer. Nou, schat. Gelukkig. Ja, gelukkig, hè? Ja. Nou, dat was even een spektakel, jongens. Ja, vrienden, we zijn even uitgestapt hier. Kijk. En een fotomomentje natuurlijk weer voor Jut. Haha, ja. Maar kijk even mee. Kijk even mee. Hier. We staan even te genieten van dit uitzicht. Toscane, helemaal te gek. Ja. En luister even mee. Je hoort alleen de wind, de bomen en een beetje hier het gras. Zo. De stilte. Hoor je dat? Oh, we gaan nog even genieten, hoor. Non ti trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno gerato, delle belle turbando al riposo, ma ci sento a tuccino d'amor. Delle belle turbando al riposo, ma ci sento a tuccino. Vrienden, we zijn in Pistoia, kilometer of 30. Van Florence op zoek naar het hotel. Altijd weer spannend. En wat voor kamer hebben we dan? Ik heb de King Executive Room geboekt. Oh jee. Oeh, het klinkt wel dat je denkt van hoe dat gaat dat worden. Nou, vrienden, ik wil niet veel zeggen, maar volgens mij zitten we hartje centrum, ja. Oud centrum. Ja, hartje oud centrum zitten we. Woehoe. Dit is dus het centrale plein van Pistoia. Ja, is nou even de Albert Kuip bezig, maar hey. En het hotel van ons zit hier dus vlakbij. Yeah. 303, jongens, daar komt hij hoor. Hou je maar vast, ik ook. Wat een spanning. Wat voor kamer krijgen we te zien? Daar gaat het om. Daar komt ie. Hier, ik begin met de badkamer. Hier, huppatee. Kijk, douche. Allemaal gezien. Het bed en de kamer. Nou, het is een lekker kamertje. Kijk. En dan hebben we hier een balkon. Kijk, bovenop de tafel. Kijk. En dan kijken we hier. Kijken we recht in het centrum. Kijk hier met allemaal restaurantjes. En leuke oude straatjes. En de kathedraal daar. En de huisjes. En Jut is helemaal blij met dit bed. Ja. Ja? En in het groen, mijn lievelingskleur. En in het groen, in de lievelingskleur. We gaan even gedag zeggen, schat. Daar komt ie. Ja. Tot morgen vanuit Florence. Ja, zeker. Dag. Dag. Una marcia per il fango.